Dag mensen en leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video op mijn kanaal. Ja. Wel, winter komt eraan, dus het wordt kouder. Eigenlijk veel te koud. En dat wil maar één ding zeggen. Je zal weer eens de wereld moeten gaan verkennen en op zoek gaan naar kleren. Of ja, simpel gezegd, je moet gaan shoppen. Er is één ding leuk hieraan en dat is dat je nieuwe kleren krijgt. Maar al de rest dat te maken heeft met shoppen is gewoon absolute stress. Ik zal het uitleggen. Als je soms een keer kleren gaat kopen, heb je zo fijn in gedachten van oké, vandaag gaan we leuk shoppen. Maar helemaal fout gedacht. Waarom moet nu echt heel het land precies op dezelfde dag komen winkelen als wanneer ik ga winkelen? Mensen, we zijn hier met veel te veel. Dit was niet de afspraak. Het is veel te druk hier. Ah, en ja hoor, de Japanners zijn er natuurlijk ook weer bij. Hai, hoi, hai. Ik weet niet wat ze met die mensen doen, maar je vindt ze echt overal. Je gaat dan de allereerste winkel binnen, net een beetje bekomen van die drukte. En na nog niet één voet binnengezet hebben in de winkel, word je al lastiggevallen door een verkoopster. Goeiedag, kan ik u ergens mee helpen? Nee, dank u mevrouw. U hoeft geen kleuterbegeleidster te spelen. Ik ben zelfstandig genoeg, mevrouw. Ja. Oké, roept u maar als u hulp nodig heeft. Ja, dat zal ik zeker doen. De eerste winkel ging niet goed, maar ja, volgende winkel zal natuurlijk wel beter gaan. Dat hoop je. Je komt de winkel binnen en ja hoor, het is weer van dat. Jonge verkopers, televisieschermen overal aan de muren en natuurlijk één ding dat niet kan ontbreken. Veel te harde muziek. Oké, een vrolijk shopdeuntje is natuurlijk wel leuk op de achtergrond. Maar ik hoef me niet te voelen alsof ik in een danceclub zit of zoiets. Waar zijn die handjes? En natuurlijk verlaat je deze winkel en stap je weer een nieuwe winkel binnen. Oké, tot nu toe is hier nog niks aan de hand. Oh nee, behalve dan dat het super druk is. En ja hoor, daar zijn ze weer. Mensen die niet weten dat een gangpad in een winkel dient om te wandelen. Niet om te blijven stilstaan, mensen. Nee! 5 keer pardon zeggen helpt toch niet bij deze mensen, want met hun gedachten zitten ze toch totaal ergens anders. Dan maar heel subtiel en per ongeluk een duwtje. En ja, je bent voor... Oké, nee, toch niet opnieuw, hè. Pardon! Weet je wat? Laat zitten. Ik ben hier wel weg uit deze bejaardenclub. Jullie doen dit gewoon allemaal expres. Haters. Eigenlijk, als je erover nadenkt, is shoppen best smerig. Je kleren uitdoen om dan kleren te passen waarin waarschijnlijk al elk soort lichaam heeft gezeten. Maar nee, dat beseft wij natuurlijk niet in zo'n situatie. Vieze mensen toch dat jullie zijn. Bah! En dan, op goed geluk, probeer je toch nog eens een laatste winkel. En ja hoor, eindelijk vind je iets dat er mooi uitziet en dat je past. Want ja, het is vaak dat er 10 verschillende maten hangen, maar jouw maat is er natuurlijk typisch weer niet bij. Maar ja, oké, deze keer is je maat er dus bij. Je gaat dus tevreden met je artikel naar de paskamers, want je moet er natuurlijk passen. En ja, file! Weet je wat? Ik kleed me gewoon in het midden van de winkel om. I don't care! Vervolgens heb je dus gepast. Alles in orde en tijd om af te rekenen. Alles verloopt vlot. Jij geeft je kleren. Zij vraagt of je een klantenkaart bij hebt. Jij zegt dat je die vergeten bent, zoals altijd. Je betaalt. Zij geeft je kleren mooi in een zakje. En ja, wat een opluchting. Eindelijk heb je toch iets gekocht. Je wandelt de winkel uit en dan gebeurt dit. Ja, de beveiliging zit er nog aan. What the fuck, kassierster, doe dat eraf. Mensen denken dat ik hier een dief ben. Oké, mensen, dat was dan de video. Ik wil nog even iets zeggen. De mensen die met mij bevriend zijn op Facebook zullen het wel weten. Want ik had een post geplaatst die normaal zei dat ik ging stoppen met YouTube. Wel, dit was niet waar natuurlijk. Ik ging niet stoppen met YouTube. Ik heb wel superveel lieve reacties gekregen van al die kijkers. En ja, dat motiveert mij natuurlijk extra hard gewoon voor blijven door te gaan met YouTube. Niet dat ik er ooit dan dacht om te stoppen met YouTube. Maar ja, al die reacties lezen was gewoon zo motiverend. En daarvoor wil ik jullie bedanken. Of ja, iedereen die gereageerd heeft of mij heeft gestuurd. Ga voor meer duidelijkheid ook kijken op de video van Sander op Sandervlogs. En dan zie je waarom dat op mijn Facebook stond. En ja mensen, als jullie deze video leuk vonden, geef dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer hieronder als jullie nieuw zijn op mijn kanaal. En dan zie ik jullie terug in mijn volgende video. Bye!